Zo, even de bescherming aan. Ik ben Rodriaan Spruit van Ingenieursbureau Rotterdam. In deeltijd doe ik een onderzoek naar het detecteren van slechte plekken in diepwanden aan de TU Delft. Dit onderzoek valt onder werkgroep 4 van GeoImpuls, kwaliteitsverbetering in de grondgevormde elementen. De aanleiding van het onderzoek naar het detecteren van slechte plekken in diepwanden zal de meeste wel bekend zijn. De lekkages bij Noord-Zuidlijn in Amsterdam. Maar ook hier in Rotterdam, bij de aanleg van Randstadrail, zijn twee grote lekkages op diepwandvoegen opgetreden. We zijn hier nu in parkeergarage Kruisplein in Rotterdam. Hier hebben wij de eerste proeven gedaan om uit te zoeken welke methode het beste functioneerde om slechte plekken in diepwanden op te sporen. Dit is een voorbeeld van een suboptimale voeg, zou je voorzichtig kunnen zeggen. Je ziet dat hier plaatselijk slecht of geen materiaal in de voeg aanwezig is. Je kunt je voorstellen dat een geluidspuls aan deze kant van de voeg door het beton heen loopt naar de meetbuis aan de andere kant waar een microfoon in is gehangen. De geluidsbron en de microfoon kunnen gelijktijdig worden opgetrokken. En zo scannen we eigenlijk de zone waar de voeg zich tussen bevindt af. Zodra het geluid alleen door beton loopt, krijgen we een heel korte looptijd naar de andere zijde. Maar zodra het geluid dit soort afwijkend materiaal moet overbruggen, neemt de looptijd van het signaal toe en zien we ook een demping van het signaal. En op basis van deze twee parameters kun je dus lokaliseren waar slechte plekken in de voeg zich bevinden. En we kunnen ook inschatten wat de omvang van de slechte plek is. En zelfs wat ongeveer de samenstelling van het materiaal in de voeg is. Zodat op basis daarvan een besluit kan worden genomen of er preventief gerepareerd moet worden. Of dat er eigenlijk geen risico is tijdens de ontgraving. Doordat er per kant twee meetbuizen aanwezig zijn, aan beide zijden van de, eigenlijk op beide hoekpunten van de wapeningskorf, kunnen we twee keer recht oversteken over de voeg en twee keer diagonaal. En we kunnen in het paneel zelf evenwijdig aan de voeg een scan maken. Daarmee kunnen we, als er afwijkingen worden geconstateerd, goed lokaliseren waar in het paneel deze afwijkingen zich bevinden. Dus niet alleen als functie van de diepte, maar ook als functie van de doorsnede van het paneel. Nadat we hier op Kruisplein het idee hadden dat deze akoestische meting, cross-hole sonic logging, goed werkte, hebben we in het laboratorium in Delft referentiemetingen uitgevoerd met een anomalie van verschillende afmetingen, verlopende afmetingen en verschillende materialen. Met deze referentiemetingen kunnen we nu beter de meetresultaten interpreteren. Met de positieve ervaring van het cross-hole sonic logging meetsysteem heeft projectorganisatie Spoorzone Delft ervoor gekozen om deze meetmethode op grote schaal toe te passen. Alle voegen langs de oostkant van de tunnel aan de Phoenixstraat zijn met deze meting uitgerust. En ook de voegen van de diepwandpanelen voor het oude stationsgebouw. Daarop is deze meting ook uitgevoerd. Bij een van de voegen bij Spoorzone Delft werd een grote anomalie aangetroffen. Omdat wij in de tussentijd die referentiemetingen in het lab van de TU hadden uitgevoerd, konden we de omvang en het materiaal in deze anomalie goed duiden. Er is om die reden preventief een reparatie uitgevoerd die heel gericht alleen op die voeg op een heel beperkte diepte kon worden ingezet. Het met cross-hole sonic logging doormeten van diepwanden is kosteneffectief, snel en heeft nauwelijks impact op de uitvoering van het maken van de diepwanden. Het is ondertussen al een bewezen techniek. Het heeft zijn nut bewezen bij het opsporen van een slechte plek bij Spoorzone Delft. En ik hoop eind 2013, begin 2014 op dit onderwerp te promoveren.